Het Nationaal Archief Suriname heeft vanmorgen een lezing gehouden over oral history. Dit is het vastleggen van verhalen en herinneringen over individuen, families, historische of alledaagse gebeurtenissen via mondelinge bronnen. De lezing is verzorgd door Yvette Kopijn. Zij is oral historica uit Nederland. Kopijn is tijdens haar presentatie ingegaan op wat oral history precies is. Maar juist ook de alledaagse. Want juist in het alledaagse, de waan van de dag, daarin liggen ook natuurlijk enorm veel belangrijke zaken verborgen die het verdienen om vastgelegd te worden. En dan heb ik het niet alleen over cultuur, maar ook over hele praktische handelingen, over de manier van leven, hoe het vroeger was. Dus ik denk dat dat voor oral history altijd wel belangrijk is, dat we niet alleen proberen om de grote gebeurtenissen vast te leggen, maar juist ook de hele kleine. En dat doen we dan natuurlijk als mondelinge bron. Wat ik belangrijk vind is natuurlijk ook om oral history in een breder perspectief te plaatsen. Als je het hebt over, oral history is heel duidelijk een tak van die hoort bij het vak geschiedenis, zoals dat op universiteit wordt gedoseerd. Rita Chinfu, nationale archivaris en directeur van het Nationaal Archief Suriname, zegt dat de instantie archieven en documenten bewaart. Zij geeft aan dat deze mondelinge bronnen een aanvulling zijn op de geschreven bronnen. De geschreven bronnen geven een bepaald beeld van de geschiedenis, benadrukt Chinfu. Vaak vergeten we dat die archieven niet neutraal zijn. Archieven zijn gekleurd. Die documenten die wij hier bewaren zijn voor een groot deel geschreven en opgemaakt door witte mannen, door blanke mensen, door de kolonisator. Onze stem, het verhaal van de tot slaafgemaakte, het verhaal van tot slaafgemaakte vrouwen, Javaanse contractanten en noem maar op. Die stem, die verhalen zijn niet in de archieven. En om een beter beeld te krijgen van de werkelijkheid, van de gebeurtenissen en ook van onze eigen identiteit, is het belangrijk dat wij ook die verhalen vastleggen. Ja? En die verhalen kan je dus verzamelen door middel van die orale methodiek. Ja? Je hebt orale traditie en oral history. Rita Chinfu, nationale archivaris en directeur van het Nationale Archief Suriname. Zij sprak over het belang van mondelinge geschiedenis. De oral historica Yvette Kopijn heeft vanmorgen een lezing verzorgd in het Nationale Archief over wat oral history precies is.